nog lang niet van corona, hebben we toch iets om te organiseren. Wij hebben in ieder geval als AZD niet stilgezeten, want wij hebben een complete nieuwe schop gebouwd, zoals het in dialect heet. En die hebben we helemaal compleet met eigen leden opgebouwd, waar we eigenlijk kei trots op zien. En dat was allemaal onder leiding van Paul Bodde en Peter Hoeven, onze bouwkundige mensen. Dus we zien er ook kei trots op dat we gisteren om 7:30 kloor hadden, want hij moest en je zou je vandaag kloor zien. Dus in de schop, er stond ongeveer 300 à 400 miniaturen, die hebben we geschonken gekregen door de familie Mertens in Boksmeer. En daar zien we in principe ook kei trots op dat wij daar helemaal voor niks gekregen hebben, dus dat mag trouwens wel gezet worden. Dan hebben we rond 3 uur hebben we de gloeikoppers. Die worden om 3 uur gestart. Er wordt 1,5 gewend, zien we of min als er 6 die gestart worden. Maar in ieder geval een spektakelstuk dat willen we ook niet nemen. Dus voor de rest wens ik iedereen heel veel plezier vandaag. En voor de eigen leven, ik zeg het nogmaals, denk aan de veiligheid. Kijk naar de mensen en dan zeggen ze al, ik zie jou, zie jij mij, maar zo is het ook. Want ik hoop dat we nog met heel veel plezier terug kunnen kijken. En heel veel succes vandaag. Dank u wel. We staan hier op de oogstdag in Zandbeek en we staan bij de voorzitter van... De SMT uit Zandbeek. En u bent? Ja, ik ben hier de voorzitter. Ja, maar de voorzitter heeft ook een naam, denk ik. Willem Bongaerts. Willem, we staan hier allereerst in een heel nieuw gebouw. Ja. En wie heeft dat gezet? Dat hebben we samen met alle leden gedaan. Iedere bij ons, alle leden, die hebben... De ene is elektricien en de andere is... bouwtechnisch tekenaar en we hebben ja, timmerman en metselaars. Ja, we hebben in principe alles in dienst bij ons. Dus het is compleet door eigen leden gebouwd. Willem, als we terugkijken, hoe is de oogstdag eigenlijk ontstaan? Nou, we zijn vroeger in het klein begonnen. Het was eerst hebben we een perceeltje suikerbiet gehad. En toen vonden we het in principe wel leuk om verder uit te breien. Henk Larakkerswijde, de voorzitter, die had het idee om een educatief park op te richten. En dat hebben we steeds verder uitgebouwd tot wat het nu is. En er staan hier heel veel oude tractoren. Is het moeilijk om die bij elkaar te krijgen voor zo'n dag? Nou ja, dat gaat over jaren. Hè. Dus ja, ik heb er ook verschillende en alle leden hebben er verschillende. Dus als je dan telt, hebben we ongeveer 80 volwassenen leden hebben. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog 25 jeugdleden. Maar als je dan ziet wat die allemaal in de schuur en alles hebben staan. Dus. En de meeste zijn ermee opgegroeid. Dus, Nou zien we hier achter ons, of achter de modelbouw. Is die ook van de vereniging of wanneer zijn jullie hier aangekomen? Die hebben we van de lente geschonken gekregen door de familie Mertens uit Boksmeer. En ja, u ziet dat hier niet, maar we hebben er dranghekken bij staan. Want de meeste mensen die kijken met de ogen, maar we hebben ook mensen die kijken met de handen. Dus we zijn er ontzettend zuinig op en dat hebben we geschonken gekregen dan van de familie Mertens uit Boksmeer. En ik hoop dat die vanmiddag ook nog een keer langskomen. Dus ja, daar zijn we wel eens hier... zeer blij mee, want ja, het is onbetaalbaar wat hier staat. Die goede man, de vader van, die heeft er 40 jaar aan gewerkt. Dus, Het ziet er geweldig uit. We staan aan het begin van de oogstdag. Hoe verloopt de dag verder? Nou, in principe is het vrijheid, blijheid. Ja, ze moeten eigenlijk hier allemaal aanmelden in verband met de corona. Maar ja, dat is vrij normaal. We zijn lang blij dat die doorgaat. En wij houden ons eigenlijk natuurlijk ook aan de regels. We hebben een looproute, maar... Ja, mensen zijn kuddedieren. Hè? Dus... Nou hoor ik straks al een paar van die tractoren binnenkomen. Ja. Gaan die inderdaad nog werken vandaag? Wij hebben vanaf nu ongeveer, ja, het loopt nou misschien een beetje uit, maar we hebben demonstraties aardappelrooien, demonstraties bietenrooien, maishakselen, kombijnen, dorsen. Eigenlijk alle werkzaamheden die vroeger met de 50er, 60er jaren gedaan werden. Ja, en het weer is prachtig, hè? Ja, je krijgt wat je verdient, hè? Ja, nou, daar sluiten we mee af. Ik zou zeggen, een hele fijne dag. Dankjewel.
Het is allemaal handenarbeid. Dus 10 vierkante meter wilde winnen, dat op zijn muur zit.
Moretti. Het was bij... ja, zo.